Dankjewel, Ernst. Zoals de titel van het praatje doet vermoeden, gaan we het vandaag beginnen met roken en vapen. En roken en vapen begint eigenlijk bij nicotine. Want nicotine is een erg verslavende stof. Naar binnen wordt gerookt via een sigaret of via een vape, wat in je brein vervolgens dopamine maakt, waar je ontzettend gelukkig van wordt. Maar als je een tijdje niet gerookt of gevaped hebt, dan krijg je geen nicotine. Die dopamine wordt niet aangemaakt en je brein begint te schreeuwen om nicotine. Je moet gewoon roken en vapen en dan ben je verslaafd. Mag ik daar een vraag over stellen? Ja. Waarom worden eigenlijk met name jongeren zo snel verslaafd? Ja, dat is een goede vraag. Dat komt omdat het brein van jongeren nog niet helemaal ontwikkeld zijn. En met name het deel wat remmend werkt, is nog niet helemaal aanwezig. En daardoor reageren kinderen vaak met actie bedoeld op korte termijn en plezier. En kunnen niet goed de lange termijn problemen overzien. Oké. Okay. Het roken, dat weten we allemaal, van tabak heeft ontzettend veel nadelige bijwerkingen. Ongeveer 20.000 mensen per jaar sterven aan de gevolgen van roken. De meeste mensen zullen wel weten dat je van roken longkanker kan krijgen of COPD. Dat is een aandoening waarbij de luchtwegen continu vernauwd zijn. Maar ook hart- en vaatziekten is een heel belangrijk onderdeel als je het hebt over roken. Maar wat veel mensen niet weten is dat je ook onvruchtbaar kan worden van roken. Zowel mannen als vrouwen. Dat je Alzheimer kan krijgen, dat er reuma kan ontstaan of diabetes. En dat je ook een slechte huid krijgt van roken. Ook meeroken, oftewel tweedehands roken genoemd, en derdehands roken, wat betekent dat de roetdeeltjes van een rokende ouder die buiten rookt, maar dat vervolgens mee naar binnen neemt, wat op kleding en op meubels, maar bijvoorbeeld ook op speelgoed valt, kan bij kinderen ziektes veroorzaken. En een van die ziektes zijn hersenvliesontsteking, maar ook middenoorontsteking. De kinderen krijgen zelf een verhoogde kans om later te gaan roken. En dat is het. Naast het roken van sigaretten en sigaren is ook de e-sigaret een belangrijke bron van nicotine. En wat veel mensen niet weten is dat de e-sigaret, ook wel elektronische sigaret genoemd, exact hetzelfde is als de vape. En dat is 20 jaar geleden ontstaan met het doel om de rokende mens van het roken af te krijgen. Helaas heeft dat een averechts effect gehad, want veel rokers die zijn overgestapt op e-sigaretten. En ook een deel is zowel e-sigaretten als gewone sigaretten blijven roken, wat natuurlijk niet echt een stoprokenmethode is. En een paar jaar geleden heeft de tabaksindustrie ook de e-sigaret geherintroduceerd als de vape. En de vape is eigenlijk totaal niet meer gerelateerd met wat de sigaret eigenlijk was. Het klinkt veel cooler dan een e-sigaret. Het is heel aantrekkelijk gemaakt met allerlei kleurtjes, smaakjes en geurtjes. En daarom starten ook 70 kinderen per dag in Nederland met vapen. En dat doen ze meestal eigenlijk onder invloed van elkaar, maar ook onder invloed van social media. En dat is een groot probleem, want dat zijn de 25.000 per jaar. En het probleem is met name dat 2 op de 3 vapende jongeren uiteindelijk overgaat in het roken van echte sigaretten. Nou, wat is nou het verschil tussen een echte sigaret en een vape, oftewel een elektronische sigaret? In een echte sigaret zit tabak, daar komt teer- en koolmonoxide bij vrij en natuurlijk nicotine. En in een vape zit dus geen tabak, maar een verdampte vloeistof met onder andere ook nicotine en een smaakstof. En een wegwerpvape bevat ongeveer 600 pufjes per apparaatje en dat is vergelijkbaar met 2 tot 3 pakjes sigaretten per vape. En dat is natuurlijk ongelooflijk veel. En je kan ook heel makkelijk zo'n vape gebruiken, want het is een klein apparaatje. Je stopt het makkelijk in je zak. Je neemt even snel een vape, gaat vervolgens de klas in. Of je gaat sporten of de trein in. Dan mag je het allemaal niet gebruiken, maar het gebeurt natuurlijk wel. En als je een flinke vaper bent, dan kun je dus zo 600 puffjes per dag nemen. En dus eigenlijk veel roken. Belangrijk om te weten is dat een vape geen gezonde sigaret is. Dat bestaat namelijk niet.
Nou, wat zit er nou eigenlijk in zo'n vape of zo'n e-sigaret? Het is dus een apparaatje met een batterij. En die batterij die zorgt ervoor dat een vloeistof verwarmd wordt en vervolgens omgezet wordt in een damp. En die damp kun je inhaleren. Nou, in die damp zit nicotine. Dat is zeer verslavend, daar hadden we het natuurlijk net al over. Daar zit een smaakstof in, om het lekkerder te maken. Maar die twee stoffen, die moeten ook opgelost kunnen worden in die damp. En daarom zitten propyleenglycol en glycerine in. Wat vervolgens kankerverwekkend is en ook luchtwegklachten en gaatjes veroorzaakt. Nou, de korte termijn effecten van een vape is met name concentratieverlies, hoofdpijn, verminderde conditie, maar ook het achterblijven van de ontwikkeling van de hersenen. Nou, die tweede en derde heb ik net al genoemd. Een vape kan exploderen, ook niet zonder gevaar. Soms ontstaan de epileptische aanvallen na blootstelling van de elektrine, de vloeistof. En ik als longarts zie soms ook levensbedreigende longontstekingen en zelfs longbloedingen. Nou, de lange termijn effecten zijn nog niet bekend. En dat komt omdat de vape natuurlijk nog niet zo heel lang bestaat. En dat geldt natuurlijk vroeger ook voor de gewone sigaret. Pas na 20 of 30 jaar werd duidelijk hoe kankerverwekkend het was. En alles wijst erop dat ook de e-sigaret, ofwel de vape, dezelfde lange termijn effecten helaas heeft. Nou, daarom is stoppen met roken of vapen heel belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk om er nooit aan te beginnen. Dus voorkomen is de allerbeste vorm van preventie. En dat begint natuurlijk met informatie. Dat iedereen in de omgeving helder heeft waarom vapen en roken zo slecht is. Dus informatie via school, via social media, via je werk, alles is meegenomen. Maar ook blijkt dat een van de beste manieren om mensen van het roken af te krijgen of er niet aan te krijgen, is het prijs verhogen van de producten. Een vape is ongeveer 8 euro per vape. En als dat nou 25 zou zijn, dan zouden waarschijnlijk al heel veel jongeren dat niet willen. Mocht het toch zo zijn dat je daar eenmaal aan verslaafd bent, dan kun je altijd stoppen. Stoppen is altijd zinvol, ook op een laatste moment. En dat heeft meerdere redenen. Ten eerste verbetert de, als je stopt met roken, verbetert dat wondgenezing. Dus als je nou geopereerd wordt aan bijvoorbeeld longkanker en je heb daarna een beter en snel herstel, omdat je wonden sneller genezen. Daarnaast kun je van, als je stopt met roken, voorkom je ook dat je al bestaande ziekten erger worden. En je kan natuurlijk door blijven roken een tweede of een derde of een vierde ziekte ontwikkelen. Sommige mensen die vragen, is het nou echt zo zinvol om te stoppen met roken als ik al uitgezaaide vormen van kanker heb bijvoorbeeld? En dan is het antwoord nog steeds ja, want ook kanker wat niet meer te genezen is, zorgt wel voor een betere prognose als je stopt met roken. Als je vervolgens gaat stoppen, dan is het heel belangrijk dat je er zelf achter staat. Je moet het niet willen doen voor je kind, voor je buurvrouw of voor de dokter. Je moet het echt zelf willen, want je moet het namelijk ook echt zelf doen. En de kans van slagen, als je wil stoppen met roken, is vele malen hoger als je professionele hulp inschakelt dan wanneer je het zelf doet. En dat kan onder andere met nicotinepleisters of zuigtabletten die steeds de dosis verlaagd wordt. Of met bijvoorbeeld medicijnen die ontwenningsverschijnselen tegengaan. Maar bijvoorbeeld ook een lifestyle coach kan heel zinvol zijn om gesprekken mee te voeren. Het wordt trouwens allemaal vergoed door je zorgverzekeraar. En in het Meander en waarschijnlijk ook in andere ziekenhuizen hebben wij de stoppen met rookpoli. Dus daar kun je je ook altijd aanmelden als je echt serieus van plan bent te stoppen. Nou, als het je dan gelukt is, dan zie je ook heel snel effect daarvan. En want binnen 20 minuten is de bloeddruk en de hartslag gedaald. Na 1 dag is de rokersadem verdwenen, ook fijn voor je familie. Na 2 dagen zit er geen nicotine meer in je lichaam en verbetert de smaak en het reukvermogen. Na 3 dagen voel je je meer energiek en kun je beter ademen.
Na een week of 2 tot 12 is je bloedcirculatie verbeterd. Je ervaart dan minder koude handen en voeten. Je hebt weer een mooiere huid, maar ook je seksleven verbetert, want ook de geslachtsorganen zijn beter door bloed. Na een jaar heb je een duidelijk lager risico op hart- en vaatziekten. En na 10 tot 15 jaar is je kans om kanker of hart- en vaatziekte te krijgen vergelijkbaar met dat van een niet-roker. Nou, dit is natuurlijk allemaal positief, maar je houdt ook geld over. Kun je wel allerlei andere leuke dingen van doen. Wittere tanden, de rokershoes verdwijnt en je mag oprecht jezelf een schouderklopje geven en je trots voelen. Want het is best een prestatie als het je lukt om er vanaf te komen. En met deze positieve vibe, dus niet vape, rond ik dit praatje af. Dank jullie wel. Hartstikke mooi. Dankjewel, mooi verhaal. Je hebt het natuurlijk de hele tijd over sigaretten roken en vape gehad. Maar er zit ook nog een soort tussenvorm tussen, of iets anders moet ik misschien zeggen. Er zit ook light sigaretten of wel roken en dat niet over de longen. Ja. Kan je daar nog iets over vertellen? Ja, zeker. Een light sigaret die bevat minder teer en nicotine. Dus je zou denken, nou, dat is wel zinvol. Maar wat blijkt, dat mensen met light sigaretten, die roken anders. Die inhaleren veel vaker en die inhaleren ook dieper. En dat betekent dat ze eigenlijk nog steeds dezelfde hoeveelheid teer en nicotine binnenkrijgen. Dus dat effect is eigenlijk dan teniet gedaan. Oké. En niet over de longen roken? Ja, dat is eigenlijk een illusie waar helaas nog heel veel mensen in geloven. Je hebt mensen die diep inhaleren, je hebt mensen die niet diep inhaleren. Maar ademen doen we allemaal. En als je daarbij een sigaret in je mond hebt, dan komt het gewoon in je luchtwegen. Oké, duidelijk. Ik zag hier nog eens een vraag vanuit de toeschouwers. Helpt een e-sigaret niet bij het stoppen met roken? Ja, nou ja. Dat was wel de bedoeling ooit. En tegenwoordig wordt het alleen nog toegepast als mensen al een heel traject hebben doorlopen om te stoppen met roken, met coaches of pleisters. Als dat niet lukt, dan kan het heel soms effectief zijn om de e-sigaret te gebruiken. Maar het probleem is natuurlijk niet zozeer die ene roker die gaat vapen. Het is daar natuurlijk de jongeren die vervolgens gaan vapen met een heel ander doel. Als opstapje. Ja. Duidelijk. Dankjewel voor het prachtige verhaal. Graag gedaan.